Wij gaan vandaag weer op stap. En vandaag gaan we precies 100 minuten liften. Ging toch goed? Nee, ging niet goed, want ik had een hele rare stem. Ja. Wij geloven dat je pas echt een avontuur beleeft als je niet weet wat je te wachten staat. Daarom liften wij in deze serie een bepaald aantal minuten naar een onbekende bestemming. Dat doen we met een bordje Anywhere en een stopwatch. En de tijd loopt alleen als we in de auto zitten. 3, 2, 1, start! Als de tijd om is, moeten we de auto uit, waar we ook zijn. En daar aangekomen maken we een brief open met een opdracht. En die verzinnen wij nooit zelf. Hallo Koen, hallo Rens, hier Michiel van 3FM. En hier jullie opdracht. Heel veel succes. Ik hoop dat het een ontzettend moeilijke plek is waar je uitstapt. En dan maakt de opdracht moeilijker. Maar dat valt best mee, want ik ben ervan overtuigd dat deze opdracht overal uitgevoerd kan worden. De enige grens is jullie eigen creativiteit. Succes! Shit! Hoe kan het nou? Zullen we gewoon aan de andere kant gaan staan? Daar ging het de vorige keer wel goed. Ah, wat is het nou? Fuck weer! Die gaat ons meenemen! Oh, waarom? Ja, ze draaien om. Yes! Yes! Woe! We gaan naar Anywhere vandaag. Oh, dat is goed. Start! Wat doen jullie dan verder nog in het leven? Alles. Hou van het leven. Bedankt, hè. Ja. Nog een uur en een minuut. Hallo. Mogen wij mee naar Anywhere? Jullie mogen mee naar Anywhere. Ja. Echt? Ja. Oké, we wachten wel hier tot u klaar bent. Ja. Oké. Start de tijd. Nou, stop de tijd. Nog 27 minuten. Kom even kijken, kom even dichterbij. Are you happy? Oh, yes. Yes. And what is the best thing you did in your life? I can't remember. You can't remember. From 1 to 10, how stoned are you? 6. 6. I think we're not going with you. Niet? Safe trip home! Hallo, zouden wij misschien met u mee mogen rijden? Dan gaan we er na 27 minuten uit. 27 minuten uit, oké. Nou, dit is onze laatste lift en ik heb de envelop met de opdracht vast. En ik ben zo benieuwd wat erin zit. Wow! Het is best wel veel. Jij niet verder kijken, man. Nee. Ah, spannend, jongen. 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Hier moeten we eruit. Ontzettend bedankt, meneer. Yes. Precies mijn parkeerplaats. Zo. Nou, dames en heren, ik ga jullie onthullen waar we zijn terechtgekomen. Vandaag is Anywhere in Susteren. Dat ligt in Limburg. Tijd om de opdracht open te gaan maken. Elke gemeenschap heeft op eigen schaal zijn eigen beroemdheden. Bekende filmsterren gaan de hele wereld over. BN'ers zijn groot in eigen land. Maar ook elke stad en elk dorp heeft een eigen celeb. De lokale held, de dorpsgek, de gangmaker in de bekendste kroeg, de voetbalheld van het eigen team. Speur de grootste lokale celebrity op en geef deze persoon een super VIP treatment. Hoe gaan we dit aanpakken? Dit wordt moeilijk, jongen. Ja, dit wordt echt heel moeilijk. Dit wordt echt leuk! Ja. Ja, we gaan dus eerst kijken wie de celebrity is. Dan kunnen we ook onze VIP-treatment een beetje aanpassen aan die persoon. We moeten naar de dorpskroeg. Dat is een goed idee. Oh nee. Daar is een café over. Hallo mevrouw. Wij zijn op zoek naar de celebrity van Susteren. Evert Zits. Evert Zits? Ja. Wat is hij dan?
Ivar Sits is een heel bekend figuur hier in Zusteren. Ik denk bijna dat iedereen Evert kent. Heeft heel veel betekend gewoon voor heel veel dingen hier in Zusteren. Nou, wij moeten op zoek naar Evert. Evert Sits. We zijn bij het Herenhuis en hier kennen ze Evert ook. Hallo. 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 Ik hoorde dat u Evert kende. Ja. Wij zijn op zoek naar hem. Oké. We hebben het adres. Ik heb een beetje research gedaan over Zusteren en er schijnt hier een geweldige muzikant te zijn. René Denies. En ja, het zou natuurlijk fantastisch zijn als hij even een liedje kon zingen bij Evert. Even kijken hoe we hem gaan bereiken. We vragen het wel even anders. Heeft u het telefoonnummer van hem? Nee, dat zou we kunnen moeten kijken in het telefoonboek. Huh? Ik zat op de televisie. Ik werd opgenomen. Ja, jongens, kijk eens. Het nummer? Ja. Oh, ontzettend bedankt. Jojo, dag. Nou, we hebben heel veel leuke dingetjes voor Evert kunnen regelen en we staan in zijn straat. En het wordt tijd dat we hem gaan verrassen, maar dat gaan we niet alleen doen. Naast me staat René, de muzikant. En hier staat Tom, de fotograaf. En volgens mij zijn we er klaar voor. Dag Evert. Och, kom binnen. Maar dan moet ik potverdorie wel even eens nadenken. Je hebt het over Evert. Dan bent u. Ik weet niet wie jij bent. Wij kennen elkaar helemaal niet. Zouden we even in de woonkamer mogen zitten? Ja, zeker. Kom maar. Jongens, ik pak even de taart. Ja. Oh ja. U bent de bekendste persoon van Zusteren. Bent u daar niet ontzettend trots op dat iedereen u kent? Ja, zeker. Dat vind ik best leuk hoor. Dat ga ik niet... Nee. Dat vind ik echt leuk. In mijn puberjaren heb ik een poppentheater gehad. En toen ben ik een beetje toneel gaan spelen. Maar het mooiste wat ik altijd gevonden heb, dat is verhalen vertellen. Dat heb ik altijd leuk gevonden. Dat de mensen aan je lippen hangen, dat je die kunt vangen, hè, in een verhaal. U maakt ook kunst, toch? Ja, wat maak ik niet, wat heb ik niet gemaakt in mijn leven. Want hoe oud bent u, als ik vragen mag? Ik word de volgende maand word ik 84. 84? Ja, kon ik het maar opdraaien. Hè. Ik zou heel graag jong willen zijn. Waarom? In deze tijd. Ach, er zijn veel meer mogelijkheden voor jong. Voor jonge mensen in deze tijd. Profiteer er maar van. Ik heb nog iets meegenomen, want omdat u natuurlijk de beroemdheid van Zusteren bent, maar toch altijd zo bescheiden bent gebleven, heb ik een rode loper mee voor in de gang, zodat u zich toch een beetje speciaal kan voelen. Dat u daar elke dag overheen loopt. Elke dag over de rode loper. Nou, dat overkomt onze koning nog niet, geloof ik, hè? De koning en de koningin. Zo. Ik vond het een eer om bij u langs te komen en ik hoop dat u zich een beetje speciaal gevoeld heeft. Ik vond het heel aardig. En jullie zijn hartelijk bedankt. En tot ziens, zullen we zeggen. Doei. Zo, was elke BN'er maar zo bescheiden en lief als deze man. Nou, het was hem. Tijd om naar huis te gaan. Het begint ook te waaien. Kom, wow. Ontzettend bedankt voor het kijken in deze video. Wij zijn natuurlijk heel benieuwd wat je ervan vond en wie jouw lievelings-BN'er is. Zet het in de reactie. Mijn lievelings-BN'er is mijn moeder. Die kent toch niemand? En als je dit filmpje ook nog eens deelt en liked met een duimpje, maak jij kans op een fantastisch leuke Lieve Bertus CD. En die pompen we in jouw brievenbus. En als je abonneert, dan zijn we de volgende keer weer het.